Het zal op den duur wel goed komen, hè? Maar ja, ik bedoel, het is nog nooit zo slecht geweest als de laatste jaren. Het is slecht gesteld met het groen onderhoud in de gemeente Beuningen. De combinatie van zomerse temperaturen en regen maakt dat het groen onvermoeid door kan groeien. Daarnaast laat ook de aannemer die door de gemeente is aangesteld tekortkomingen zien. Ondanks dat wethouder Piet de Klein beterschap beloofde, blijven de klachten van bewoners over het vele onkruid binnenstromen. Het staat gewoon hartstikke hoog en het is niet om aan te zien. En tussen de stoepen ook. We houden het hier allemaal. We hebben allemaal een eigen opret en een stukje gemeenteopret. Daar houden we allemaal al zelf bij. Het voetpad voor onze tuinen houden we ook allemaal zelf bij. Want dat wordt ook al niet meer gedaan door de gemeente. Dus ja, we hebben zoiets van... we betalen toch groenvoorziening. Dus wat wordt er eigenlijk nog door de gemeente gedaan? De gemeente geeft bewoners gelijk. En laat in een schriftelijke reactie weten dat het groen er nu minder vrij uitziet. Maar met de aannemers afgesproken dat een melding over slecht groen onderhoud binnen een week moet worden opgelost. De gemeente zegt dat achterstanden wegwerken helaas nog wel wat tijd nodig heeft. En daarom vragen ze de bewoners nog even geduld te hebben. Nou ja, we hebben het horen gekregen dat er inderdaad voorheen een andere maatschappij was die deed, een aannemer. En dat ze nu sinds kort een nieuwe aannemer in de hand hebben genomen. En die hebben dus hier ook voor een week of twee, drie terug, hebben die hier het onkruid gewiet. Maar dan vraag ik me af, tussen de plantjes een beetje, maar vraag ik me af, hoort daar het onkruid wieden en de goten niet bij? Het zal op den duur wel goed komen, hè? Maar ja, ik bedoel, het is nog nooit zo slecht geweest als de laatste jaren.